Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvideo van Jan Blonk Auto's. Ik ben Daan. We hebben deze week weer een hoop dingen gedaan, waaronder deze Ford. Deze is verkocht. We hebben helemaal naar wens van de klant gemaakt en die wilde graag groene Brembo kapjes. En de groene sticker van JB. We hebben eindelijk de wielen weer binnen. Helaas moeten we weer wachten op de nieuwe lading. Dus we zijn weer beperkte voorraad. Eigenlijk is alles alweer verkocht qua wielen, dus er komen weer nieuwe wielen aan. We wachten op het nieuwe Nederlands kenteken. Dat hebben we aangevraagd bij het RDW. Dus het kan binnenkort afgeleverd worden. We hebben ook een aantal caddies verkocht. Waaronder deze. Daar hebben we de leren bekleding in gezet. En ik heb deze natuurlijk laten zien in het vorige filmpje aan jullie. Met die LED koplampen. En daar hebben we nu ook de leren bekleding in gezet. Deze is dus nu helemaal klaar en kan weer op de foto gezet worden. We hebben ook een hele dikke Ford Transit binnengekregen, een Connect, een zwarte. We hebben er nog twee staan, waaronder dus een zwarte en een grijze die aan de andere kant staat. Het bijzondere aan deze is dat deze climate control heeft en stoelverwarming. Ook voorzien van een automaat. Echt een hele luxe versie. Lederen bekleding zit er nog niet in, dat komt er ook aan. Dus we houden jullie op de hoogte als het er ook weer in zit. Deze staat wel online, die hier staat. Dit is een grijze. Zoals jullie zien staat er hier nog een, maar die is alweer verkocht. We hebben deze dikke Ford Limited alweer verkocht. Nieuwste model. De klant kwam vorige week aan. We hebben hem dus nu alweer verkocht. De klant wilde snel gaan rijden. Die wacht nog op de lederen bekleding. Die komt er nog een keertje voor terug. Ook weer de 20 inch wielen geplaatst. Ja, staat zo dik onder de nieuwe Ford. En hij wilde er graag een vloertje in hebben liggen. In plaats van de rubberen mat die er altijd in ligt, hebben we dus nu een houten vloer geplaatst. Ook weer super strak. Dus deze gaan we morgen afleveren en zien jullie dus weer in het volgende filmpje. We hebben deze een van de laatste boelies weer verkocht. Hij wordt binnenkort afgeleverd en zoals jullie in de vorige filmpjes hebben gezien, stond hij helemaal vol met transporters. Het is erg hard gegaan de afgelopen tijd. We hebben nu nog maar twee of drie enkel cabines staan, waaronder deze nog, maar die is misschien vanmiddag alweer verkocht. Achter jullie, hier staat er nog eentje die is alweer verkocht. Dus het gaat echt enorm hard. Mochten jullie nog op zoek zijn naar een enkel cabine transporter, ja, wees er snel bij, want voor je het weet zijn ze allemaal weg. We hebben hier een hele dikke nieuw model Mercedes Vito staan. Dit is een van de drie die we nog over hebben, die van de zes. We hebben er alweer drie verkocht. Dit is een 114 uitvoering. Hier hebben we ook weer dikke wielen geplaatst, AMG wielen. We hebben er een front spoiler op geplaatst, sidebars en een spoiler. Deze gaan we dus weer klaarmaken. Dus gaan we weer helemaal poetsen. Dat gaan jullie allemaal weer zien in de video. Weer een flinke voorraad van de Fordjes staan. Maar ook deze is weer verkocht. We hebben de grill al geplaatst. Hij moet nog klaargemaakt worden verder. De originele wielen zitten er namelijk nog onder. En deze is nog helemaal standaard, maar hebben we ook alweer verkocht. Dus die gaan ze allemaal weer zien in de video als we ze helemaal klaar hebben. Zoals je ziet hebben we er hier nog eentje staan waar de grill uit is. Die gaan we ook weer plaatsen. Deze is nog wel beschikbaar. Dus mocht je nog op zoek zijn naar een mooie Ford, kom dan snel langs. Want zoals je ziet hebben we er nog wel een aantal staan. Maar er zijn ook wel weer een hele hoop verkocht. Dus app of bel eventjes en vraag wat er nog beschikbaar is. We hebben weer een mooie transporter verkocht. En gaan we weer klaarmaken voor de klant. Jan is al begonnen. Met de originele betimmering eruit halen. Dan ga ik dus een vloerplaat inzetten, het schot plaatsen en dus een complete betimmering. Het is een enkel cabine met een bank erin. We gaan ook boelie logo's plaatsen. Straks het eindresultaat. Helemaal aflevering klaar. Trekhaak gemonteerd. Super netjes geworden.
hebben een schot geplaatst met een raam. Want de mensen gaan een hond vervoeren, zodat ze de hond nog in de gaten kunnen houden. Ook dit is weer een plaatje geworden. Deze dikke transporter is ook verkocht. Die heeft niet lang online gestaan. En we gaan hem nu in de coating plaatsen. Ook gekozen voor de zwarte bodylogos aan de zijkant. Alles zwart. En de cabine ook. Echt een plaatje. Ze gaan nu hard, de Volkswagens. Zo, en dan zit hem in de coating. Jammer dat het dak nog even aan het nalopen. Op deze glimt hier was een nieuwe. Dit is het ook, maar nog erger als nieuw. Echt een schitterend geworden. Rick is bezig met het monteren van een trekhaak. Daar moeten voor de achterbumper gedemonteerd worden. Kabels getrokken worden. En kan dit straks ook weer afgeleverd worden. Ondertussen in de werkplaats zijn de nieuwe velgen binnengekomen voor de Porsche, de 20 inch. Maar een bepaalde oplage binnengekregen. Mark is nu bezig met de bremkap te monteren. Straks de velgen erop en dan kan die afgeleverd worden. Hier is het resultaat. Straks kan hij naar beneden om te zakken. De bus is net naar buiten gereden. Deze wordt vrijdag al, of zaterdag al opgehaald. Leren bekleding erin gezet. Het is een trenduitvoering, maar wel mega dik. Voor de rest alles erop en eraan. Het resultaat mag er zeker zijn door de 20 inch velgen er nu onder. Oh, gespoten grill eronder. Alles helemaal af. Het land gaan we helemaal blij maken met de nieuwe bus. Onlangs hebben we de nieuwste type Vitus binnengekregen. Die al in eerdere filmpjes waren te zien. Deze hebben we uitgebreid gefilmd vorige week. Is ondertussen alweer verkocht. Nu inclusief de grillijsten erin. De klant heeft gekozen om deze velg te nemen. Dus we gaan hier nog even zijn zeeoren in plaatsen. En een complete betimmering die iets later binnenkomt. Super dikke uitvoering. Alles erop en eraan. Nu de sensoren plaatsen. Alles nalopen. En dan kan die weer weg. We hebben weer een mooie Ford staan. Custom trend uitvoering. Dit is zojuist gewassen. Hij is al verkocht. En we gaan een paar aanpassingen doen voor de klant. De klant wilde graag groene Brembo kapjes erop hebben. De eerste zit er al op. Jan is bezig met de rest. We hebben de grill al veranderd. Voor een hooglandsgrill. En we hebben eindelijk de dikke wielen binnengekregen. Straks het resultaat of ze erop zitten. Het zijn echt plaatjes. En we hebben de wielkasten weer zwart gespoten van binnen. Want anders zijn ze lelijk wit. En ja, dat ziet er eigenlijk niet uit als je achter de velgen langs kijkt. Het ziet er een stuk cleaner uit. Straks het eindresultaat. Aflevering van een nieuwe transporterbus. Helemaal compleet in een glascoating gezet. Vertrekt naar een klant Theo Kant. Alleen hij gaat via een ander autobedrijf die nog wat accessoires op gaat bouwen. Dus betimmering, een alarm, etc. En zijn eigen garage ook nog wat, die heeft hem overgenomen van ons. Wij hebben wel de glascoating geplaatst en de rest allemaal. Vertrek nu. Aflevering van een Volkswagen Caddy die we ingereld hadden. Een complete uitvoering met multifunctioneel stuurwiel, LEDX Xenon, alles erop en eraan. Vertrek nu weer. Aflevering van een hele nieuwe Mercedes 190 pk. Gloednieuw, oud model nog. Vertrek nu weer richting Limburg. We hebben nog een trekker opgeplaatst. Gaat nu weer richting Limburg. Aflevering van een hele nieuwe transporterbus 204 pk, een klussenbedrijf RD Bouw. Trek nu weer, alles wat gespoten, zijde was erop, trekhaak, timmering.
aflevering van een hele nieuwe transporterbus, 204 pk. Een afbouwbedrijf Walter. Zijn eigen auto verkocht. Deze auto bij ons verkocht, een puur grey. Vertrek nu weer richting Horen. Gaat later nog zelf de betimmering doen. We hebben hem verlaagd, dus velgen erop, alles gespoten. Trek eigenlijk achterop. Vertrek nu weer. Aflevering van een hele nieuwe Ford Transit Custom weer, 170 pk. Een Trend, maar het lijkt net een Limited door alle opties die we erop hebben gebouwd. Vertrek nu weer, inclusief de leren bekleding. Klant super blij met de nieuwe 20 inch velgen. Aflevering van een hele nieuwe Mercedes Vito, 119, lengte 2. Twee schuifdeuren, het nieuwste model. Vertrek nu weer. Aflevering aan de kraaien met verwerken van een hele nieuwe Transit Custom, 170 pk Limited, alles op en eraan. Met de 20 inch velgen weer vertrek nu, richting Ierseke. Aflevering vanuit de showroom van een hele nieuwe Ford Transit Custom weer, aan MMW machinebouw, vertrek nu. We hebben hier nog een hele dikke Vito staan, het vorige model, met een speciale bodykit voor en achter. Zoals jullie zien moet het sleepoogkapje nog teruggeplaatst worden. En we gaan hem dus helemaal klaarmaken, want deze is ook verkocht. Ik laat de achterkant nog even zien, want dat is wel een aparte uitvoering dit. Net zoals we het bij de transporters wel eens doen, zo'n die uitlaten gemonteerd. Het lijkt net een AMG uitvoering. Dus we gaan weer een drukke week tegemoet. Ik zie jullie bij het volgende filmpje. Bedankt voor het kijken.